te beginnen met die hele moeilijke vraag, wat is een kans? En dan, wat is een ongelijke kans? En wie bepaalt eigenlijk of een kans geslaagd is, ingevuld, of wanneer een leven geslaagd is of ten volle benut? Wanneer maak je die balans op? Gaat kansengelijkheid ook over mijn en ons gedrag elke dag? En de onbewustheden dat wij misschien impliciet mensen de kans niet geven. Door de woordkeuze die we doen, door wat we wel of niet zien, hoe de dialoog aangaat. En het belang dat we elke keer, elke dag denken, hoe kan ik het beter doen in mijn gedrag? Dankjewel. In Carré aangekondigd worden als een van de grootste denkers van het land. Als ik nu word getroffen door een bliksemstraal, vind ik dat niet erg. Ja. Hoe kansrijk is dit adviseren? Dit is een georganiseerde sociale pijn. Dit is eigenlijk tegen leerlingen zeggen, wij geloven dat je het kan aan de voorkant, maar volgens in het proces zelf die leerlingen niet begeleiden om op dat niveau uiteindelijk te kunnen floreren. Dat ik dat besefte was toen ik tegenover mezelf moest toegeven dat ik toch echt verliefd was op een jongen uit de derde klas. Joost heette hij. We willen er allemaal toe doen. We willen allemaal gezien, gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ja. En als we daarnaar terug zouden gaan, dan heb ik het idee dat we zoveel meer stappen zouden zetten. Juist om nu de focus te leggen op dat verschil. Ja. En wie zijn dan die mensen die in opstand komen? Dit zijn gewoon Nederlandse mannen, hè? Goed opgevoed, hopelijk. Maar deze mensen pikken het gewoon niet meer. Wat zouden we ze graag allemaal zien? De kinderen zonder ontbijt, zonder steun vanuit thuis. De kinderen die lijden onder het scheiden, de kinderen die beter kunnen, maar het slechter doen.